14 september kunnen bezoekers van de Bastij kijken naar een nieuwe tentoonstelling. Waalonder laat mensen een kijkje nemen in het leefgebied van wel 40 verschillende inheemse vissen. Het grootste deel hiervan zijn trekvissen. Door deze tentoonstelling wil de Bastij laten zien dat het goed gaat met de vissen in de Waal. Door de grote gevarieerde populatie is het ook de taak van organisaties zoals Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland om dit gebied leefbaar en gezond te houden. Met verschillende video's en modellen van vissen is er ook een VR-beleving. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om een trekvis te zijn.